Hoi allemaal en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Nip van Op. En vandaag heb ik voor jullie een tutorial. In deze video ga ik je laten zien hoe jij je eigen make-up kwasten op een super goedkope en ook nog eens een super makkelijke en snelle manier kunt schoonmaken. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, allereerst pak je een make-up kwast en wat je dan doet is je doet het water gewoon aan en je spoelt eerst de kwast gewoon even met wat water schoon. Waar je ook rekening bij moet houden is dat je niet te veel het ijzer nat maakt, want daarbinnen zit de lijm wat weer vast zit aan het steeltje van de kwast. Dus als je hem te nat maakt, dan laat die lijm soms los. Dus probeer dat te vermijden. Wat ik dan doe is ik leg hem heel eventjes aan de kant en dan pak ik een beetje baby shampoo. Dit is dus het geheim van deze video. Je kan het beste baby shampoo gebruiken, kun je voor heel goedkoop krijgen. En als je daarvan gewoon een klein beetje zo op je hand doet, en dan je kwast daardoorheen gaat halen, dan zie je dat er echt ongelooflijk veel rotzooi vanaf komt. En doordat het baby shampoo is, is het ontzettend mild en ga je kwast ook nog eens vet lekker ruiken. Dus je kan het een beetje zo en dan kan je het gewoon afspoelen. Zo. En dan zie je al gelijk dat hij echt een stuk witter is weer. En wat je dan doet is je legt hem eventjes op een handdoekje neer. En dit heeft ongeveer een nacht de tijd nodig om dus goed te drogen. En dan was dat de video weer. Vond je het nou leuk? Doe dan zeker je duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op het kanaal van Nip van Op. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Tot dan!